Hey, gisteren heb ik aan koude prospectie gedaan en dat is niet leuk voor niemand, denk ik. Maar ik heb enkele tips die ervoor zorgen dat dat toch op een zo aangenaam mogelijke manier kunnen verlopen. En aan het einde van deze video heb ik nog een aanbod voor jou, dus blijf zeker kijken of school eventueel in één keer door naar het einde. Mijn naam is Johan Garmans, ik ben fotograaf en visual branding specialist. Dat wil zoveel zeggen dat ik zorg voor beelden voor jouw bedrijf of voor jouw onderneming. De eerste tip om het zo aangenaam mogelijk te maken voor iedereen, dus ook voor de persoon die jij ontmoet, dat is: presenteer jezelf op een positieve manier. Ik zie al te vaak mensen, en ik zie vaak mensen omdat ik vaak netwerk, die zichzelf niet positief vertonen. Dus het geklaag en gezaag, laat dat al vanaf de deur achterwege. Maar om koude prospectie te doen, zorg er gewoon voor, wanneer je binnenkomt, dat je jezelf op een positieve manier toont. Dus dat wil zeggen, glimlach en gemeend glimlachen. Dus pomp jezelf vol met positieve statements voordat je binnenkomt. Zorg gewoon voor dat je je gewoon energetisch voelt. En dat gaat ook afstralen op de mensen die je tegenkomt. Dus presenteer je met een glimlach. Wanneer je een handdruk moet geven, zorg er gewoon voor dat je een stevige handdruk hebt. Zorg er natuurlijk voor dat je netjes gekleed bent. Dat je niet met bezweten kledij of met werkkledij binnenkomt. Nee, zorg voor een goede outfit op de manier waarop dat jij wilt dat jij gezien wordt. Zo moet je jezelf tonen. Ook nog een belangrijke vind ik. Ik woon hier op de boeren buiten, zoals ze zeggen. Probeer zo mooi mogelijk te spreken. Ik weet het, soms gaat het gewoon niet of niet iedereen is daar even goed in. En je zal echt wel bij mij ook wel hier en daar mijn Loenhouts accent gaan horen. Maar probeer toch op een zo deftig mogelijke manier te spreken. Dus niet praten, maar spreken. Als je dat doet, dan gaat de eerste indruk bij de persoon die jij ontmoet al meteen op een positieve manier onthaald worden. En op die manier ga je gemakkelijker al de voet tussen de deur hebben om de juiste persoon te spreken die jij moet spreken. Tip nummer 2, dat is: bereid je presentatie al goed voor. En de presentatie is niet alleen wanneer je de bedrijfseigenaar ontmoet of de persoon die jij moet hebben. Nee, dat is ook al de secretaresse of de persoon die je begroet aan de balie. Dus zorg er gewoon voor dat je niet met een mond vol tanden staat en weet gewoon wat je moet zeggen. Gewoon heel losjes, vrijblijvend blijven en zorg gewoon voor dat je niet met je mond vol tanden staat. Maar ook verder dan dat. Wanneer die secretaresse zegt: oké, kom maar door, ik heb iemand die jij kan spreken. Je ontmoet die persoon, dat je dat nog eens op een professionele manier kan vertellen. En natuurlijk, wanneer die persoon zegt: oké, stel je maar eens voor, wie ben je, wat doe je, wat kom je hier doen, wat moet ik weten van jou? Zorg je gewoon voor dat het allemaal klaar is. Bereid die presentatie voor. En een presentatie voorbereiden, dat kan uiteraard met brochures, dat kan uiteraard met een presentatie op een tablet of op een laptop. Zorg gewoon voor dat het klaar is met goede, mooie, professionele beelden, zodat die persoon meteen weet wie jij bent, wat jij doet en waar jij voor staat. Dus bereid je presentatie voor op een professionele manier. Voor punt A tot punt Z moet dat gewoon in orde zijn. Puntje nummer 3, dat is: laat je gegevens altijd achter. Dus raak je niet verder aan de balie, dan moet je gewoon ook daar je gegevens achterlaten. En belangrijk, probeer te achterhalen wie jij moet hebben om dat gesprek te kunnen voeren. Dus wanneer de secretaresse misschien de instructie krijgt van: ja, ze moeten echt gewoon niet verder komen, probeer gewoon te achterhalen wie jij moet hebben. En wanneer jij een naam krijgt, dat is zeer krachtig. Want dan kan jij op zoek gaan naar mensen die die persoon kennen. Als ik merk op LinkedIn dat iemand geconnecteerd is met die persoon, dan kan ik die misschien gaan aanspreken en zeggen: zeg, kan jij misschien mij eens een keertje introduceren bij de persoon, bij die firma, die naam? En dan weet je gewoon, oké, dan heb je misschien al weer al dat voetje tussen de deur. Plus, wanneer die personen dan toch weten dat jij al eens een keertje bent langs geweest en ze hebben jou niks laten weten, dan merken ze ook jouw volhardendheid. Dan denken ze: oké, we zullen die misschien toch maar eens een kans geven. En geven ze die kans niet, oké, dan is het dan maar zo. Maar wees maar zeker dat ze gaan onthouden wie jij bent en wat jij kwam doen. En misschien de volgende keer, wanneer ze jouw diensten kunnen gebruiken, zal je misschien nog wel vers in hun geheugen zitten. Dus zorg er gewoon voor dat je de gegevens, de juiste gegevens, achterlaat en dat je de naam eventueel kan ontdekken van de persoon die jij moet hebben. De gegevens die je achterlaat, dat horen ook gegevens te zijn van een professioneel oogend iets uiteraard.
Wanneer je, zal ik maar zeggen, een tuinman bent en je hebt geen eigen website, maar gewoon een Facebookpagina, dat oogt niet echt professioneel. Dat kan misschien voldoende zijn voor jou, maar stel jezelf eens een keertje voor dat je gegevens achterlaat en dat die persoon denkt, oké, ik ga eens een keertje opzoeken wat die persoon doet en die komt gewoon rechtstreeks op jouw Facebook-account. Oké, op jouw Facebook-account gaan wel posts staan van dat jij die tuin aan het doen bent of mooie resultaten, maar dan moeten ze gaan scrollen. En scrollen, dat duurt te lang voor mensen. Ze willen niet gaan zoeken naar wat jij doet, ze willen dat meteen zien. Wanneer je een website achterlaat, een professioneel ogende website uiteraard, geen mega verouderde website, dan gaan mensen in een oogwenk zien wat jij bent, wat jij doet, wie jij bent uiteraard. En dat is gewoon beter voor jou. En dan gaan ze meteen zoiets hebben van oké, dat is een tuinman die doet hier bedrijven in de buurt. En dat is interessant, want ik heb hier ook een voortuin bij mijn bedrijf. En ik zoek misschien wel iemand die dat kan onderhouden. Dus bij een website kan je meteen zien wat jij doet. Belangrijk is ook dat mensen op jouw website dat ook meteen zien. Dus begin niet met van sinds 2003 heeft mijn vader de zaak overgelaten en dan ben ik in de voetsporen getreden en dat dan achteraf pas gaat vermelden dat jij een tuinier bent bijvoorbeeld, of een fotograaf in mijn geval. Probeer in één zin mogelijk te vertellen wat het beoogde resultaat is wat jij doet. Dus ik neem foto's, ik kan dat op mijn website zetten, ik neem foto's, maar ik zet zoiets op van geef je bedrijf meer online impact. Dat doe je met foto's en dan zien ze daaronder, zien ze daar natuurlijk foto's staan en dan zien ze oké, dat is een fotograaf en ik geef bedrijven meer online impact, bijvoorbeeld. Dus probeer alle gegevens achter te laten en probeer ze natuurlijk ook warm te maken voor een toekomstige samenwerking. Dus laat ook weer hier die eerste indruk na die je aan de balie hebt achtergelaten. Probeer die ook via je website of via je sociale media accounts gewoon te tonen. Wanneer je zegt van ja, ik heb enkel Instagram en geen LinkedIn, vermeld dan ook de Instagram eventueel in je visitekaartje of drukwerk of de gegevens die je achterlaat, niet een geschreven blaadje of zoiets. Zorg er gewoon voor dat het klaar staat. Heb je een Twitter-account die je niet vaak gebruikt, want ik heb dat ook, vermeld die dan ook zeker niet in jouw drukwerk of in jouw website of wherever, maar gewoon de kanaal die jij gebruikt. Dus wil je graag dat mensen naar je Instagram-account gaan kijken, zet dat erop. Zorg er gewoon voor dat mensen niet moeten gaan zoeken naar jou, maar dat ze jou heel gemakkelijk kunnen vinden. Dus dat was tip nummer 3. Laat gewoon altijd iets achter en zorg er gewoon voor dat dat professioneel ogend is. En tip nummer 4 vind ik een zeer belangrijke en er wordt zeer vaak tegengezondigd en dat is natuurlijk helemaal in mijn business. Dat is toon jezelf zoals je gezien wil worden. Dat is heel belangrijk. Als jij professioneel wilt gezien worden, dan moet je jezelf ook zo tonen. Wanneer ik mezelf presenteer met mijn haar helemaal slordig of een beetje vuil of stinkend naar zweet, dan is de kans groot dat die persoon aan de balie, dat die meteen gaat zeggen van ja nee, hier stopt het voor jou. Dat kan zijn dat ik de beste vakman ben ter wereld, maar waarschijnlijk stopt daar de samenwerking. En dat is gewoon zo, wanneer mensen meteen een gedachte hebben vanaf de eerste moment, dan gaan ze misschien al weigerachtig staan tegenover een samenwerking. En dat is ook online. Wanneer jij mensen stuurt naar jouw website of naar jouw sociale media, als je al gestuurd hebt, als ze zelf moeten gaan zoeken, is dat misschien nog een beetje gevaarlijker. En je gaat continu beelden tonen die je zelf met je smartphone hebt genomen en die dan op je website gaat zetten, dan kan dat misschien zijn dat dat voor jou goed genoeg is. Maar bedenk eens een keertje, hoe kijkt een vreemde persoon naar die beelden? Wanneer je een foto van jezelf bij de contactpagina zet, en dat is, vind ik belangrijk, dat je bij de contactpagina laat zien wie je bent. Wat voor foto is dat? Is dat een selfie? Is dat een foto die hier of daar genomen is op een of ander feest waar je wel zo goed mogelijk op staat? Ja, bedenk eens een keertje, hoe gaat de persoon die deze foto ziet jou ervaren? En dat brengt mij meteen bij mijn branche en bij hetgene wat ik wil aanbieden aan jou. Om die eerste indruk te maken, heb je die goede foto's nodig. En waar maak je die eerste indruk? Dat is vaak met een profielfoto op jouw sociale media of op jouw website bij de contactpagina. En aanbod voor jou is, eind deze maand heb ik een profielfotoshoot actiedag. Dat wil zoveel zeggen als
Ik heb enkele tijdsloten vrijgemaakt in een studio en jij kan die boeken. Dan gaan we voor jou een professionele foto nemen, een profielfoto die jij kan gebruiken op verschillende media of op je drukwerk om jezelf vanaf het eerste moment zo goed mogelijk te presenteren. En de actiedag is uiteraard omdat er korting is op die dag. Omdat ik een hele dag mensen ga ontvangen, moet ik maar één keer alles klaarzetten en moet ik maar één keer daar zijn. En daardoor krijg je een mooie korting op jouw profielfoto. Dus ben jij iemand die zichzelf mooi wilt presenteren op alle kanalen mogelijk en natuurlijk ook met koude prospectie de juiste gegevens wil achterlaten, dan is deze actiedag iets voor jou. Dus ga naar mijn website johangarelmans.com/headshot en boek jouw tijdslot in om deze profiel Photoshop actiedag te gaan beleven. En dan verzeker ik je dat dit najaar en volgend jaar dat je die foto zo vaak gaat kunnen inzetten dat mensen telkens gaan zeggen: wauw, dat is een professionele foto, dat is een foto die bedoeld is om impact te maken. Dat is heel belangrijk. Dan ga jij die foto hebben en ga je die steeds kunnen gaan inzetten. Dus boek jouw shoot op mijn website johangarelmans.com/headshot. Link staat hieronder ook wel ergens. En dan zie ik jou misschien wel terug op deze profielfotoshoot actiedag. Voilà, dat was het voor vandaag. Vond je het een handige tip? Laat het gerust weten. Vond je het geen handige tip? Laat het ook gerust weten. Zijn er misschien tips die jij wilt toevoegen? Laat dat ook zeker weten. En dan zie ik jou misschien terug op een van de volgende momenten in de volgende video of eventueel in persoon. Dat is nog het beste van al. Ik wens je een fijne dag toe en tot de volgende keer. Dag.